Ja, Nederland, goedenavond. Het is 6:30 en ze zijn hier een podium aan het neerzetten. En ze gaan straks hier demonstreren. En er gaat het een en ander hier plaatsvinden op de Dam. Justice for Sammy. Ja, Nederland. Welkom op de Dam. Ik zie dat er allemaal mensen hier arriveren met vlaggen en allerlei bordjes. Moet je zien, justice for Sammy. Ze komen meteen aan, Nederland. Ze zijn gearriveerd. In grote getalen. Laten we hopen dat ze op een afstandje blijven. Justice for Sammy. Mensen krijgen flyers mee, de stickers. En ze staan hier. Het is 7:30. Laat de klokken me luiden. Niet alle nabestaanden hebben de moed of de kracht om te vechten voor hun geliefde. Ik wil jullie vragen om met jullie handen een hartje in de lucht te vormen. Het hartje is vandaag voor de ouders en de nabestaanden van Sammy. Ze zijn moedig. Moedig om zich uit te spreken tegen politiegeweld, tegen racisme en vooral te strijden voor rechtvaardigheid van Sammy. Sammy was een zoon, een vriend, een succesvolle influencer. Het had precies een jaar geleden anders kunnen verlopen. Nee, beter gezegd, het had vorig jaar voorkomen moeten worden. Vorig jaar in 2020 zijn 16 mensen overleden, waaronder Sammy. 13 daarvan vertoonden verward gedrag. Vorig jaar in 2020 zijn 16 mensen overleden, waaronder Sammy. 13 daarvan vertoonden verward gedrag.